en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag een super positieve video, want vandaag ga ik het over de beste make-up van 2020 hebben. We zitten nu midden in januari 2021. 2020 was mijn jaar, vooral negatief, maar oké. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel positieve dingen gebeurd in dat jaar. Zoals al deze make-up die ik jullie vandaag ga laten zien. Ik review super veel make-up. Mijn kanaal is over het algemeen een review kanaal, wat dus inhoudt dat ik heel vaak nieuwe make-up koop, maar ook heel veel nieuwe make-up krijg. Dus ik heb dit hele jaar een heleboel nieuwe make-up producten ontdekt, die ook echt in 2020 pas zijn uitgekomen, of al daarvoor, maar ik heb ze pas ontdekt in 2020. Dus ik ben al mijn video's afgegaan van het afgelopen jaar, op zoek naar alle make-up, zodat ik niks vergeet. En ik heb hier nou een verzameling van een heleboel make-up producten, die echt gewoon super goed zijn en echt je geld waard zijn. Grote disclaimer, like always, als iets werkt voor mij, hoeft het niet per se te werken voor jou, en andersom ook. Iedereen heeft andere voorkeuren, een andere huidtype en dat soort dingen. Maar dit zijn gewoon allemaal producten die ik persoonlijk heel erg fijn vind en daarom jullie ook aanraad. Dus ben je hier benieuwd naar? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, even snel over deze make-up look. Als je wilt weten hoe ik dit heb gemaakt. Deze make-up look heb ik gemaakt in mijn video waarin ik allemaal Messauda make-up heb getest. Wat heb ik op mijn lippen? MAC lippotloodje in de kleur Soar volgens mij. Ja. En deze Catrice lipstick in de kleur Cool Satin Nude 050. En dit is een hele mooie nude kleurtje. I love it. Oké, ik ga gewoon eventjes alles af per make-up categorie. En ik ga beginnen met gezichtsprimer. Oké, qua gezichtsprimers heb ik er 2. Ze zijn wel alle 2 aan de dure kant. Het zijn dure primers, maar dat zijn gewoon de 2 beste primers die ik jullie gewoon echt wil aanraden. Ten eerste de Urban Decay All Nighter gezichtsprimer. Deze is in 2020 uitgekomen. Is echt amazing. Als jij wilt dat je gezichtsmake-up de hele dag goed blijft zitten, vooral als je hem combineert met ook nog eens de All Nighter spray, nou, je make-up blijft echt lang goed zitten. Deze breng ik echt altijd aan als ik een lange dag heb en weet, oké, mijn gezichtsmake-up moet echt gewoon zeker 12 uur goed blijven, dan is dit de primer waar ik voor ga. Het is een dure primer, maar het absoluut waard. Ook maakt je gezicht een beetje egaal en dat vind ik echt top. En de andere primer is van Clarins. Ik heb hier 2 in mijn hand, maar het zijn allebei de SOS primers. Alleen deze is gewoon in een nude kleur 00 Universal Light en deze is in de kleur 01 Rose. Vooral deze witte heb ik vaak gebruikt, want deze roze heb ik net. Dit is echt een prachtige primer als je zo een hele mooie glow from within wilt. Dit geeft zo een mooie jeugdige glow op je gezicht. En echt welke make-up je ook opdoet, alles wordt helemaal zo mooi glanzend. En niet too much. Het is gewoon een hele lichte glow, maar super effectief. En het is gewoon echt amazing. Ik vind het echt een prachtige primer. Vooral voor de mensen met een droge, doffe huid zoals mij. Dit laat echt je gezicht weer shinen. Echt alsof je gewoon een hele mooie, gezonde, jonge huid hebt. Echt fantastisch. Dan foundation. Ik heb er 3 die ik jullie echt wil aanraden. 2 zijn heel betaalbaar. Eentje is een beetje in de middencategorie. Niet duur en niet heel goedkoop. En daar ga ik gewoon gelijk mee beginnen. De Be Creative Wonderwear Foundation. Amazing. Deze Wonderwear lijn van hun. Echt als je op zoek bent naar een foundation met echt een volledige dekking en redelijk betaalbaar, dan is dit echt de foundation voor jou. Ik gebruik altijd de kleur 4W. Het heeft zo'n applicator. Je kunt gewoon snel aanbrengen en dan inblenden. Dit gaat echt alles bedekken. Deze gebruik ik als ik echt ga voor een full glam make-up look. Voor de meiden met acne, puistjes, gewoon een problematische huid en je wilt het gewoon heel mooi smooth hebben en veel dekking, dan is dit echt een foundation voor jou. Het heeft een naturel matte finish. Dus wel mat, maar niet super super mat. Het heeft nog wel een beetje een naturel glow erdoorheen. Echt amazing. Ik had een samenwerking met hun voor hun hele Wonderwear collectie. En echt, ik ga nooit zomaar een samenwerking aan. Ik stond echt 100% achter deze producten. Omdat ze gewoon zo fijn zijn. Ze maken je gezicht helemaal smooth. I love it. Echt fantastisch. Dan heb ik hier de Catrice True Skin Foundation. Super goedkoop. Echt iets van 6 euro. Euro of
of zo. Ik heb de kleur Warm Olive. Is de perfecte kleur voor mij. Dit is een glanzende naturel foundation. Het heeft een medium dekking. Het is geen matte, volledig dekkende foundation zoals deze. Deze heeft een medium dekking en is glanzend. En echt ideaal voor de mensen met een droge huid. Vooral een normale tot droge huid. Als je dat hebt, is dit echt de perfecte everyday foundation voor jou. Als je naar werk gaat, naar school of whatever. En je hebt niet veel te besteden. De prijs is laag, maar ook al kostte die meer, dan vond ik hem alsnog heel erg goed. En dan heb ik hier nog een glanzende foundation. De Wet n Wild Dewy Photo Focus Foundation. De originele Photo Focus Foundation van hun vond ik persoonlijk niet zo fijn. Want hij was een beetje uitdrogend op mijn gezicht. En hij bleef plakken aan de droge plekken op mijn gezicht. Dus ook weer vooral voor de mensen met een droge huid is deze echt ideaal. Ik heb de kleur Desert Beige. Is ook echt de perfecte kleur voor jou. De applicator vind ik iets minder. Ik vind dit altijd niet zo heel fijn. Maar ik vind hem zo goed dat ik daar gewoon helemaal doorheen kijk. Dit is echt een hele fijne foundation. Ook weer een medium dekking. Deze twee lijken een beetje op elkaar. Alleen die van Wet n Wild heeft een tikkietje meer dekking. Dus dit zijn de drie foundations die ik zeker aanraad. Deze is het vooral ideaal voor de mensen met ook een vettige huid. Maar ik heb een normale tot droge huid. En ik vind hem ook fijn. Dus I love it. Deze zijn echt fantastisch. Dan ga ik verder met concealer. Ik heb echt drie fantastische concealers ontdekt in 2020. Dus ook weer van de Be Creative Wonderwear collectie hun concealer. Ook deze concealers zijn mat en hebben echt een volledige dekking. En met echt een volledige dekking bedoel ik echt een volledige dekking. Deze concealers gaan echt alles concealen. Je hebt ook maar echt een heel klein beetje nodig. En dat vind ik ook top, want dan gaan ze gewoon lang mee. Ik breng echt maar een klein beetje aan hier zo en ik ben klaar. Het is gewoon genoeg. Terwijl ik normaal van concealer echt best wel veel aanbrengen. Echt zo helemaal in een driehoekje en zo. Met deze niet. Je hoeft echt maar een klein beetje zo aan te brengen. En het is al genoeg. De applicator is ook zo lekker groot. Dus je bent snel klaar. Ik heb hier de kleuren 4W en 5W. Deze mix ik. Want de ene is te licht en de andere te donker. Dus ook weer als ik voor een full glam make-up look ga, zijn dit de concealers waar ik naar neig. Dan heb ik hier de NYX Can't Stop Won't Stop Concealer. Ik heb deze in de kleur Natural. Dit is mijn perfecte everyday concealer. Het heeft een medium tot volledige dekking. Hij is niet mat, maar hij is een beetje zo naturel matachtig. Niet heel glanzend, maar ook niet heel mat. Hij zit er een beetje in between. Dit is echt de ideale everyday concealer. Hij doet gewoon wat hij moet doen. Hij is lekker betaalbaar en deze gebruik ik echt heel, heel erg vaak. Ik vind hem echt heel erg fijn. En dan deze ontdekking, de Morphe concealer. Deze heb ik in de kleur C2.15. Ook weer de perfecte kleur voor mij. Deze heeft ook een volledige dichte dekking en is ook mat. Dus hij lijkt een beetje op de Be Creative concealers. Alleen is hij iets minder dik. Als je deze misschien iets te dik vindt, dan is de Morphe concealer nog idealer voor jou. Want deze is iets meer dun, maar nog wel een volledige dekking. Dus I love it. Deze gebruik ik ook heel vaak bij vooral mijn full glam looks. Dus dit zijn de drie concealers die ik in 2020 heb ontdekt en echt amazing vind. Dan ga ik verder met oogschaduw. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6 oogschaduwpaletjes voor jullie. Die ik jullie allemaal aanraad. Vraag me niet waarom ik er 6 heb. Doet er even gewoon niet toe. Van de 6 paletjes is er slechts eentje betaalbaar. Maar ja, het is gewoon hoe het is. Dit jaar hebben de dure paletjes het gewoon wat beter gedaan qua oogschaduw. Ik ga gewoon gelijk beginnen met het ene betaalbare paletje. En dat is dit paletje van Revolution van hun Cannabis Line. Hierover heb ik ook een hele video gemaakt. Dit paletje, als je houdt van groen vooral. Dit zijn vooral groenige kleuren met ook wat pressed glitters hier. Je hebt er 3. Dit paletje is echt amazing. Vooral voor die lage prijs. Je krijgt verschillende oogschaduwformules. Je hebt matte, je hebt normale glanzende en dus deze 3 pressed glitters. Ik heb hier al een aantal looks mee gemaakt en dit paletje is echt super super goed. De verpakking is een beetje cheapachtig, dat wel. Maar uiteindelijk gaat het gewoon om de inhoud. En de inhoud is echt fantastisch. Als je houdt van dit soort kleuren, dan is dit echt het paletje voor jou. Je hebt ook een aantal bruinige kleurtjes, dus je kunt hier ook gewoon een goede everyday look mee maken. Dit paletje is echt super super goede kwaliteit en brengt super fijn aan, goed gepigmenteerd, blend gewoon goed mee. I love it. Het volgende oogschaduwpaletje die is uitgekomen in 2020 is ideaal voor alle everyday neutrale meiden onder ons en dat is dit Girl of Power paletje van Queen Tarsi. Deze had ik ook getest in een video. Ik heb hier ook al een aantal looks
looks meegemaakt op mijn Instagram. Dit is echt het ideale everyday neutraal paletje voor elke vrouw. Je hebt matte en glanzende kleuren. Je hebt ook best wel veel verschillende kleurtjes. Dus je kunt hier echt wel een aantal kanten mee op. Je hebt hier echt de perfecte crease kleur om mee te blenden. Je hebt echt de meest zwarte kleur ever. Je hebt prachtige glanzende kleurtjes, lichte glanzende kleurtjes. Maar ook donkere zoals groen. Je hebt maar liefst 5 bruine neutrale kleurtjes. Dus je kunt hier zoveel everyday neutrale looks mee maken. En laat me niet eens beginnen over de kwaliteit van dit paletje. Het is echt amazing. Het is super goede kwaliteit. Echt je geld waard. Hij is ook niet te groot, niet te klein. Ik vind hem echt fantastisch. Dan een van mijn meer nieuwere paletjes. Het Naughty paletje van Huda Beauty. Deze moest ik gewoon vandaag erin brengen. Ik heb hem even denken gisteren nog gebruikt voor een look voor Instagram. Ook hierover heb ik een heel YouTube videootje gemaakt. Het is een duur paletje, maar het is een heel uniek paletje. Je hebt zoveel verschillende oogschaduwformules hierin. Vooral de cream kleur hier beneden. Je hebt ook allemaal van dit soort kleurtjes erin met allemaal verschillende kleuren gemengd door elkaar. Deze kleur hier is een matte. Hier heb je ook metallic kleurtjes. Hier normale glanzende kleurtjes. Het is echt een prachtig Bordeaux paletje. Als je van dit soort kleuren houdt, is dit echt het paletje voor jou. Het is gewoon vooral een heel uniek paletje. Dit soort kleuren heb ik niet heel vaak gezien. Dus ik vind het echt een goed paletje. Dan een paletje waar ik echt over heb geraved. Zowel hier op mijn kanaal als op mijn Instagram. Dit Ultimate Utopia paletje van NYX Cosmetics. NYX Cosmetics is een betaalbaar merk. Maar dit paletje is 40 euro. Dus dan vind ik het gewoon een duur paletje. Het is echt fantastisch. Het heeft zoveel kleuren, jongens. Je hebt cool tone kleurtjes hier zo. Je hebt meer warme kleurtjes hier zo. Je hebt van deze soort hele heftige glanzende kleurtjes. En hier heb je wat normale glanzende kleurtjes. Een heleboel matte kleuren. Je krijgt zoveel kleuren voor op zich wel een lage prijs. In verhouding 40 euro voor zoveel kleuren. Is uiteindelijk dan wel weer gewoon betaalbaar soort van. Het is echt het perfecte herfstpaletje. Het kwam ook uit in de herfst. Echt amazing. Ik vind het echt zo'n mooi paletje. En de kwaliteit is zo goed. Echt fantastisch. Voor de mensen onder ons die houden van kleur. Van heftige ooglooks. Dit Morphe paletje in samenwerking met Lisa Frank. Ik heb hem nou echt al iets van 3 keer gebruikt of zo. Ook hier op mijn kanaal. Dit is echt een fantastisch paletje. Zoals je kunt zien. Hele felle kleurtjes. Dit is niet jouw neutrale everyday paletje. Ondanks dat je dat wel kunt doen. Je kunt de lichtere kleurtjes gebruiken voor een meer everyday look. Maar ik zou dit paletje toch meer aanraden voor de wat heftige looks. Je kunt hier zoveel looks mee maken. Zoveel heftige looks. Het heeft echt elke kleur ever. Echt fantastisch. Ik heb er echt al een aantal heftige looks mee gemaakt. En ik vind het echt een goed paletje. De kwaliteit is goed. De prijs is goed. I love it. Ik besef me net dat een van de 6 paletjes hier niet eens te koop is. Dus die ga ik ook gewoon niet laten zien. Dus ik hou het gewoon bij deze 5 oogschaduwpaletjes. Dan ga ik verder met mascara. Mascara is echt een van de make-up producten die ik volgens mij echt het meeste heb getest. Ik heb zoveel mascara's getest. En 2 zijn echt de winnaars van 2020. Het is een goedkope en een dure. Ik ga beginnen met de dure. Deze Clarins 4D mascara is echt een van de beste mascara's. Cara's ever. Ik vind deze zo fijn. Het geeft volume. Het geeft lengte. Vooral met mijn super korte slechte wimpers. Werkt die zo ontzettend goed. Dus als je iets te besteden hebt voor een mascara. Deze is echt amazing. Als jij hele prachtige naturel wimpers hebt. Als jij geen nep wimpers draagt zoals mij. En gewoon altijd je echte wimpers rockt. En een hele hele goede mascara zoekt. Dan is deze Clarins mascara. Ik weet hij is een beetje duur. Maar ik raad hem echt zeker aan. Hij is echt fantastisch. En een meer goedkope. Deze Catrice Doll Mascara. Glam & Doll Mascara. Ik heb hem ontdekt in 2020. Ik weet niet of hij nieuw is of al lang bestaat. I don't know. Maar ik heb hem ontdekt. En dit is echt een dupe van de Benefit Bad Girl Bang Mascara. Kijk deze applicator ook echt amazing. Vooral voor zo de onderste wimpers. Dit is echt een van de beste betaalbare mascara's die ik heb ontdekt in 2020. Catrice is echt killing it met deze mascara. I love it. Echt letterlijk een dupe van de Benefit Bad Girl Bang mascara. En die is heel duur. Deze is niet heel duur. Dus als je nog een goede betaalbare mascara zoekt. Dit is echt de mascara voor jou.
Over wimpers gesproken, nep wimpers. Het gaat denk ik geen verrassing zijn wat de beste nep wimpers zijn van 2020. En dat zijn mijn eigen nep wimpers. Deze drie nep wimpers heb ik uitgebracht. Zijn mijn collectie in samenwerking met Bougie Shop. Deze zijn echt fantastisch. Deze drie wimpers, ze zijn limited. Dus ze gaan weg. Dus als je één van de drie wilt, bestel ze snel. Ze zijn lekker goedkoop. €7,95. Ik heb hier de meer naturel versie. Pure Lash. Dan heb ik hier de Wispy versie. Lash Tastic. En mijn Faves Fab Lash. Deze zijn meer heftig. En dit zijn natuurlijk de beste nep wimpers van 2020. Dus bestel ze snel bij Bougie Shop. Oké, dan bronzers. Qua bronzers is er maar eentje die er echt zodanig uitsprong dat ik hem jullie allemaal aanraad. En dat is deze bronzer van Makeup Studio. Dit is de Lumiere bronzer nummer 1 heb ik. En deze is echt fantastisch. Het is echt de perfecte warme bronzer. Het heeft een beetje een warme rode ondertoon. Er zit echt een hele kleine glans doorheen. Maar het is echt heel minimaal. Voor mijn huidskleur, je moet ook wel opletten met je huidskleur, want het is een vrij donkere bronzer. Voor mijn huidskleur is deze echt ideaal. Hij geeft ook zo'n hele mooie lichte glans. Niet too much glans, gewoon een heel klein beetje. En deze bronzer, ik heb die zo vaak gebruikt het afgelopen jaar. I love it. En ik heb ook een kortingscode voor hun. Die staat beneden in de beschrijving. Oké, dan ga ik verder met blush. 2020 was echt het jaar waarin ik cream blush heb ontdekt. En dat kwam allemaal door deze cream blush, ook van Makeup Studio. De cream blusher in de kleur Coral Passion. Deze cream blush heeft echt mijn ogen geopend voor cream blush. Sinds ik deze gebruikte, deze was zo ontzettend mooi op mijn gezicht. Het was echt prachtig. Hij blendde ook helemaal goed in. Ik breng mijn cream blushes altijd aan met zo'n kwast, want dat vind ik het fijnste. Deze heeft echt mijn ogen geopend. Cream blush is echt de shit. Ik heb ook vandaag een cream blush op. Deze is echt fantastisch. Ik heb nog nooit een cream blush gebruikt die zo goed blendde. Niet te veel pigment, gewoon precies genoeg. Alles aan deze cream blush is gewoon perfect. Oké, highlighter. Er was er eentje in 2020 die ik echt zo vaak heb gebruikt. En dat is deze Milani Baked Highlighter in de kleur Champagne. Deze is zo ontzettend vaak gebruikt. Je kunt het ook zien. Normaal is hij zo bol. Maar zo, als je kunt zien, heb ik hem zo vaak gebruikt dat er gewoon een deuk in zit. Kijk die deuk hier. Dit is echt de perfecte highlighter. Hij is lekker heftig. Hij blendt goed in de huid. Hij brengt fijn aan. De kleur is voor mijn huidskleur ook echt geweldig. Maar je hebt volgens mij iets van 3 kleuren of zo. Maar champagne is echt geweldig voor mij. Dit is echt mijn go-to highlighter. Ik heb hem volgens mij afgelopen weekend nog gebruikt. Deze gebruik ik echt bijna altijd wanneer ik mij gewoon opmaak om iets te gaan doen. Deze highlighter springt er echt bovenuit. Ik heb er echt een heleboel getest afgelopen jaar. Maar dit was echt mijn favoriet, stipt op nummer 1. I love it. Dan losse poeder. Ik heb er 3. Mijn meest gebruikte is ook weer van Makeup Studio. Hun losse poeder. De Translucent Extra Fine Poeder nummer 1. Dit is ook al mijn tweede. Ik heb er al eentje opgemaakt. Deze gebruik ik echt letterlijk gewoon bijna elke dag. Wanneer ik iets ga doen, is dit gewoon de poeder waar ik gewoon altijd, bijna altijd naar neig. Hij is gewoon echt fantastisch. Gewoon echt je geld waard. En hij gaat best wel lang mee. Ondanks dat ik hem zo vaak gebruik, gaat hij echt best wel lang mee. Dit is echt de perfecte poeder voor ook echt elke gezichtstype. Of jij nou een droge huid hebt, een vettige huid, het maakt allemaal niet uit. Deze werkt gewoon voor iedereen. I love it. Dan hier een hele betaalbare. De Essence My Skin Perfecto poeder. Ik was echt in shock. Ik had nog nooit van Essence een poeder gebruikt die ik goed vond. Ik heb hem in de kleur 10 Light. Ik dacht echt, wauw, deze poeder is zo goed. Ik had hem gehad in PR in de kleur 020. Maar ik vond hem zo goed. Maar de kleur was te donker voor mij. Dus ik had hem toen gekocht in de kleur 10 Light. Omdat ik hem dus zo goed vond. En als je op zoek bent naar een hele mooie glanzende poeder. De Elf Halo Glow poeder. Die heb ik ook vandaag gebruikt. Want ik ga voor een mooie, naturel, dewy, glanzend gezichtsmake-upje. Dan is deze poeder echt de poeder waar ik naar neig. I love it. Dan
dan lippotloodjes. Ik heb er 2 voor jullie. Eentje hoef ik denk ik niet eens meer te vertellen. Morphe Sweetie Lip Pencil. Dit is echt de perfecte, een beetje donkere bruine nude kleur. Deze is echt geweldig. Vooral gemixt met een lichter bruin lipstickje. Ik hoef het echt niet meer te vertellen. Morphe Sweetie Lip Pencil heb ik al 100 keer gebruikt op mijn kanaal. Dit is echt mijn fave. Nieuwe die ik nou ook heb is Nabla. De Nabla Close-Up Lip Shaper in de kleur nude nummer 3. Dit is een iets lichtere nude, maar ook echt fantastisch. Zoals je kunt zien is hij iets lichter dan die van Morphe. Dit is een meer echte nude voor mij. Die andere is een beetje donker. Maar deze van Nabla is echt geweldig. Hij is super fijn. De kleur is echt een true brown. Dus echt een goede bruine lipkleur. Deze heb ik nou denk ik een maand of zo. En ook echt al vaak gebruikt. I love it. Dus dit zijn mijn 2 go-to nude lippotloodjes. Dan voor de lippen. Ik heb een matte liquid lipstick. Ik heb een lipstick en een lipgloss. Ik ga beginnen met een van de mooiste rode matte liquid lipsticks die ik heb getest in 2020 van SheGlam. Dat is het merk die te koop is bij Shein. Lekker goedkoop. Dit is de kleur Crimson. Dit is echt een van de mooiste rode kleuren ever. Kijk hier even op die foto. Hij is ook gewoon helemaal mat, maar niet te mat, want ik heb droge lippen. Ik hou nooit zo van mat. Hij droogt mijn lippen, komt totaal niet uit. Hij trekt niet aan mijn lippen. Het is echt een van de mooiste rode matte liquid lipsticks die ik ooit heb getest. En vooral voor die lage prijs is het echt amazing. Een van de lipsticks die echt opviel is een dure lipstick van Clarins. Maar echt amazing. Dit is de Jolie Rouge Velvet Lipstick in de kleur 753. V is een hele mooie nude kleur. Kijk deze kleur even hoe mooi jongens. Echt fantastisch. Maar het gaat me niet per se om de kleur. Het gaat om de formule van deze lipstick. Deze lipstick, dit is dus een velvet lipstick. En zo voelt hij ook aan. Als je hem aanbrengt op je lippen. Super veel pigment. Hij voelt super zacht aan. Hij is totaal niet mat uitdrogend. Maar ook niet heel glanzend. Het is letterlijk een velvet lipstick. Het voelt aan alsof je een vacht heeft. Alsof je met een vacht over je lip gaat. Zo fijn is. En ik weet, hij is echt super duur. Maar als jij zo'n persoon bent die altijd gewoon 1 lipstick gebruikt of zo, dan is het echt je geld waard. Ja, of niet. Als je het gewoon leuk vindt om te hebben en het gewoon kunt betalen, dan is dat ook helemaal prima. Maar deze lipstick, echt, de kwaliteit is echt, het valt echt op. Veel en veel beter dan mijn normale lipsticks. En dan als laatste de Makeup Revolution Hydra Bomb Lip Glossjes. Ik heb hier de kleur Dripping. Dit is letterlijk een dupe van de Fenty Gloss Balm, want ik heb die hier ook. En het is letterlijk een dupe. Ik vind dit echt een prachtige roze kleur. Kijk deze kleur eventjes. Een ideale nude. Deze lipgloss is zo ontzettend fijn. Hij is zo lekker dikkig op een goede manier. Hij hydrateert de lippen. Hij blijft ook super lang zitten. Glossjes blijven nooit lang zitten. Maar voor een gloss blijft hij echt heel lang zitten. Ik vind de applicator ook echt heel fijn. Zo lekker groot. Dus je hebt hem lekker snel aangebracht. Echt amazing. Lekker goedkoop en echt een hele super goede lipgloss. Nou jongens, dit was het dan. Dit waren de beste make-up producten van 2020 naar mijn mening. Ik sta dus hier echt helemaal achter. Al deze producten zijn echt amazing en sprongen er gewoon echt uit. Vielen gewoon echt op omdat ze gewoon zo goed waren. Dus ik hoop dat jullie weer iets hebben gehad aan de video. Let me know wat je ervan vindt. Vind je dit soort video's leuk? Dan kan ik ze zeker vaker maken. Wat ik ook al wel doe eigenlijk, maar nooit zoveel in 1 video. Maar omdat dit dus make-up was van een heel jaar, was het gewoon een heleboel. Maar ik hoop dat jullie hebben genoten en ja, hier iets aan hebben gehad. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!